Iedereen kan terecht bij Novare, maakt niet uit wie je bent. Iedereen is welkom. Nou, als ik zie dat iemand ietsjes minder angstig is, dat iemand wat gevarieerder eet, dat vinden wij mooi om te zien. Ik ben Marjolein Muller, ik werk als sociotherapeut en als coördinator van de kliniek binnen Novarum en ik werk hier sinds 2008. Mijn naam is Aiva en mijn functie is senior verpleegkundige bij Novarum. De eerste dag van opname wordt de cliënt eigenlijk opgehaald bij de receptie. Vaak is er iemand vanuit het systeem mee om te ondersteunen bij de start van de behandeling. Dat is natuurlijk altijd heel erg spannend. In de avond wordt er rekening gehouden met nieuwe mensen, dus er wordt een kennismakingsrondje gedaan. En iedereen die al in de kliniek is, die stelt zich voor samen met de socios erbij. We hebben 6 eetmomenten waarvan er 5 begeleid zijn. Dat betekent dat daar therapeuten bij zitten. En daaromheen hebben we therapiegroepen die gezamenlijk in de therapieruimte zijn. Wij hebben aan tafel een coachende rol. Dat betekent dat we mensen niet pushen om te eten, maar focussen op succes. Op het moment dat de spanning te hoog oploopt, waardoor iemand niet door kan eten, vragen we die persoon om even van tafel af te gaan om het daarover te hebben. En om weer strijdbaar aan tafel terug te komen of door een grens aan te geven en te zeggen ik doe dit niet, het is te moeilijk voor mij. Dat is onze rol aan tafel. De cliënten worden bij ons opgenomen van zondagavond tot en met vrijdagmiddag. Dan gaan ze naar huis om te oefenen in de thuissituatie wat ze in de kliniek hebben geleerd. Jazeker, cliënten mogen in ieder geval in de avond bezoek ontvangen en waar het rooster het toelaat, kunnen ze ook overdag mensen ontvangen. Ik vind het heel belangrijk dat ze in contact blijven met hun sociale omgeving. Dus ze kunnen buiten de kliniek ook afspreken met elkaar. En nadat de therapieën klaar zijn, dus na het laatste eetmoment, mag je ook op je kamer bezoek ontvangen tot ongeveer 9 uur in de avond. Na de kliniek gaan ze meestal door naar de poliebehandeling. Waarin je gefaseerd gaat werken aan het herstellen van je eetstoornis. Afhankelijk van je doelen die je hebt, wordt de duur bepaald in overleg met je behandelaar. Novarum is het centrum voor eetstoornissen omdat wij kortdurend opnemen, eigen verantwoordelijkheid hoog in het vaandel hebben. We hebben hele gespecialiseerde behandelaren. We kunnen alles onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. En we blijven ook wetenschappelijk onderzoek doen naar eetstoornissen, dus alles blijft relevant en up-to-date. Thank you.